Welkom, leuk dat je er bent. Hey, jongens. Vandaag is een bijzondere video, want het is namelijk weer een roleplay video. En ik doe nooit roleplay op mijn kanaal. Dit kleine voorstukje doe ik eigenlijk puur hiervoor. Wauw. Cool, hè? In mijn oprecht, ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even op het moment. Bij heel veel kanalen is het altijd... 75% is niet geabonneerd. Maar bij mij is het juist andersom. Wat eigenlijk ook weer niet goed is, want dat zijn... minder nieuwe mensen. Maar goed, ben je nou van dit korte percentage? Abonneer dan zeker eventjes. Ben je nou geabonneerd? Reageer dan even. Ik ben geabonneerd! Lol. Dan zal ik het een hartje geven. Een heel mooi hartje. Veel plezier! Ah! Maar van de ene persoon moet ik zeggen dat je corrupt bent. Ach, meneer Van Plakkers. Weet u dat? Ja, maar meneer Van Plakkers mij corrupt vindt, maar dat ben ik absoluut niet. Maar ik denk misschien kunnen we dit oplossen. Als volwassenen. Nou ja, als jij je aankomt geven op het bureau, dan kunnen we dit inderdaad goed oplossen als volwassenen. Nee, maar dan ga ik naar de gevangenis. Dan ja, dan, maar dat ga je toch wel. Oh mijn god. Oh, wow. Mijn bonnetje is rook. Wacht. Heren, hallo? Meneer, kunt u even oppassen? Ik heb een 50 kaliber sniper in mijn hand en ik ben aan het mikken. Ja, dat zal wel. Hey, heren, kom even naar beneden alsjeblieft. Kom meteen op huis tussen de 1 en de 2 steden. Oeh, jongens, daar gaan we. Daar gaan we. In de achtervolging. In de achtervolging. Staan blijven nu. Op de grond. Auw. Gaat het, meneer? Yes. Even aangehouden. We hebben hem. We hebben hem. Eenmaal aan Theo. Zijn we nu, jongens? Aangehouden na een maand. Trekking tot een overstaand VTA. Yes. Om te zwijgen, alles wat zegt kan en zal tegengebruikt worden. Verder heeft het recht op een advocaat. Als deze niet kunt veroorloven, zal er iets toegewezen door het Openbaar Ministerie. En u heeft het recht op een tolk en medische hulp in die van toepassing. Begrijpt u, rechter? Ik draak zelf helemaal buiten adem, joh, van jou. Zo. Jemig. Goedemorgen, deze, begrijp maar, rechter. Wat is dit dan? Overpakken hier, ja, dat lijkt me een roepland. Dan ren ik wel even snel weg, is dat goed? Ja, maar nou, een grapje. Hé, het mocht wel verduren, jongens. Oprecht, ik heb mijn best gedaan om jullie te helpen, maar. Hoor, hebben wij niet bij mag hebben. Mag ik wel trouwens, heel eerlijk, mag ik mijn skateboard even oppakken? Waarom? Nou, anders ben ik die heel lang kwijt. Daar heb ik echt geen zin in. Ik heb het recht op mijn skateboard. We gaan dat pauperding nog van jou even oppakken. Ja, dankjewel. Yes, we gaan mijn skateboard ophalen. Stop ik hem maar even in mijn broekzak. Ja. Zo, dankjewel. Lijkt wel blingling. Zo! Wow, hallo! Hallo, dat zag ik! Goedemorgen! Let je een beetje op het onnodige politiegeweld. Ah, jemig! Nou, je hebt geluk. Het is dichtbij, dus je lange reis zat niet worden. Nee, ik kan ook lopen. Het is goed voor frisse lucht even. Goed voor de frisse lucht. Ja, dan dat wordt hem niet. Nou, ik mag hopen dat je dan ook wel mee met ons meeloopt. Ja, hey, daar sta ik onbekend hier. Dat is niet waar trouwens, maar ik heb nog nooit niet meegewerkt. Ik heb nog nooit niet meegewerkt. Hey. Ah, waar kan ik heen hier, jongen? Wat is het probleem? Oh. Oh. Hey joh! Politiegeweld! Ja, ik zag net ook al iemand echt een uppercut geven, maar jemig. Ik niet zoveel. Hip kapsel. Oh mijn god. Ik was zo even onder. Mag ik kiezen? Ja, we pakken maar één wat jij leuk vindt. Had jij een rechtsbijstand geweld of gebruik willen maken van één van je recht? Ja, het belletje. En het recht op dat jullie mij verband mogelijk kunnen geven, want ik heb best wel wat pijn. Nou goed, hier heb je bij deze telefoon, je hebt recht op één telefoontje. Oké, één telefoontje. Yes, ik heb trouwens 2 corrupte meldingen tussen jullie agenten, maar daar praten we over. Corrupte? Loopt daar één van ons tussen? Nee, het is geen van jullie twee. Hey, ik zit vast. Kut voor je, man. Dat was trouwens niemand, nou. Ik was tegen mezelf aan het praten. Mag ik? Nee, ik ga nu iemand bellen, oké? Nee, we gaan dit niet zo doen. Dat is waar. We gaan dit doen. Wouter. Help! Help! Kijk eens, ik ga je telefoon afpakken. Ah, nee, vind ik jammer dit. Zo. Ja, dat maakt. Hey, pot. Huh? Ik kan nog wel een beetje ik zal hem open doen, top. Hey. Kijk, iemand een verbandje, ik bloed die hele kamer hieronder, oprecht. Ah, joh. Ja, joh. Ik red de gevangenis zo niet eens. Dan ruilen we. Stuk kaas. Dan krijg ik mijn mobiel toch terug voor 1 belletje. Nee. Oké, ik snap hem. Nee, die moest ik jou geven. Maar ik kan het ook gewoon nooit serieus. Wilt u nog iets te drinken, een kopje thee of zo? Heb je een verbandje voor me? Ja, u wordt in principe in totaal 51 maanden opgelegd. 51? Wat heb ik gedaan? Hoezo 51? Nee, mijn vrienden gaan me uitlachen hiervoor. Dat vind ik nog het ergste. Ik lach ze zelfs uit. Ja, daarom. Vluchten voor de politie, daar staat 5 maanden op. Dan hebben wij. Maar ik heb meerdere malen gevlucht. Ik ben zo'n 5 à 6 keer sinds ik mijn VTA op heb staan gevlucht voor jullie. Nou, top dat je er nog meer toegeeft dan. Dan wordt het 60. Jullie hebben de verkeerde. Jullie hebben de verkeerde, oprecht. Ik meen het. Ja. Waar hebben jullie het over? Ik ben onschuldig. Maar we houden het bij een taakstraf van 2 taken? Ja. Nee. Ja, een gijzeling zonder geweld. Gijzeling zonder geweld? Ik heb helemaal niemand gegijzeld. Nou ja, het was eigenlijk met geweld, maar...
Dat is niet waar, we hebben niks aan gedaan. Maar deze heb dat dus ook bekend. Top, dan hoeven we daar ook niet meer een discussie over. Lekker man, we praten er steeds meer uit. Wat willen jullie nog meer weten? Ben je een bekende YouTuber? Pak eens niet zo tegen de muren aan, kom eens even hier. Nee. Deel maar uit je boete en je dinges. Ik doe dat kan, dat kan niet vanaf hier. Het is hard genoeg tegen het hek aan, misschien klapt hij open. Ja. Auw. Ja, hij ging. Oh mijn god. Hoe dan? Hoe dan? Waarom? Hoe kan dit? Waarom gebeurt dit nou? Waarom gebeurt dit nou? Ben je echt? Ja! Nee! Ja! Nee. Daarom! Ja. Daarom! Wat moet ik nou doen? Ah, dit was mijn plan! Oh nee, kut. Oh, ik dacht echt, ik schrok heel erg. Nee, natuurlijk niet. Oprecht, ik heb echt pijn, help. Ik vraag al de hele tijd om een verbandje, maar die krijg ik maar niet. Kijk, is dat? Hey! Ja! Van Plakkers! Hey, ik heb je gebeld! Van Plakkers! Kan jij me overeind helpen, Nick? Van Plakkers! Oh! Is dit in het kader van Kevinie? Nee! Waar is mijn lintje, Rick? Ze hebben me mishandeld, Rick. Zou je het verdiend hebben? Nee, dat is niet waar. Ze zijn veel te agressief. Eerst een uppercut aan een hersenloze. Daarna omver duwen terwijl we hierheen liepen. En nu hebben ze dit gedaan. Echt waar? Ja, ik stond te dicht bij het hek. Toen duwde die ineens het hek tegen mijn neus aan, zeg maar. Oké. Okay. Ik ben trots op jullie. Woehoe! Yeah! We hebben hem! Je bent corrupt. Dit is hem trouwens. Dit is hem, Bjorn. Ja, jongens, hij heeft geld achtergesluist. Ik ben klaar met in principe de administratie. Ja, dus meneer Van Plakkers die gaat veroordeeld worden. Ja, maar ja, hallo. Hoe lang? 51 maanden. Nee! Oh, veel te kort. Veel te kort. Kan iemand me overeind helpen, alsjeblieft? Ben je beschikbaar? Voor? Collega's worden even helemaal kapot geknald. Nou, het probleem is dat ik over 5 minuten in een vergadering moet zitten. Oh, goed luck. Vergaderingen zijn belangrijker dan collega's. Jij snapt het motto van het team. Of de vergadering yes, gaat over exact. De collega's. We gaan even afstand nemen, want Van Plakkers naar de bak. Ja, maar moet ik dan daar dood liggen of zo? Of doodbloeden? Oh, wacht. Nou, weet je, dan zal ik heel lief voor je doen. Wacht. Rick? Ja, maar ik vind het lief dat je verbandjes in mijn kontzak doet, maar ik kom er niet bij, want ik kom zeg maar niet meer overeind. Je bent aan het tikken? Ja. Lig je nou echt te tikken? Ja, echt al 5 minuten. Ja, dat zeg ik, ze mishandelen me. Oh, kijk eens. Hey. Van binnen en van buiten. Hij was vooral benieuwd naar het inwendig onderzoek. Jongens, even tussen ons, ik word mishandeld hier, Elf. Ik hoop niet dat dit fout gaat. Oh, nee, dit gaat fout. Nou, jongens, tot nooit meer. Doei. Oh. Doei. Kut, zo, waarom val ik er nou weer tussenuit? Waarom gebeurt dat nou weer? Ja! Ik ben vrij! Vrijheid! Nee. Vrijheid! Nee, grapje. Hey, je hoeft niet te tackelen! Je hoeft niet te tackelen! Nou, ik heb nog even frisse lucht kunnen zien en voelen en ruiken en zo. En dan, dan mag je een celletje uitkiezen. En dan gaan we je even fouilleren en zo. Toevallig jullie ook zo te zien. Dat was lang geleden. Nou, meneer, dan laten we het hierbij. Dan wens ik u verder nog sterkte met deze agenten. Ja, dankjewel. Nou, meneer, wens ik u nog verder een fijne dag. En een spoedig herstel. Yes, dank u wel, meneer. Oké, dag dan. Joejoe. Sterkte in de gevangenis. Yes. Fijne dag, heren. Het gaat je goed. Yes. Doei, doei. Oh. Oh, yeah. Laat me gewoon gaan, joh, die Timo. Hij is helemaal gek. Goed, meneer Van Plakkers. U gaat van mij een aantal opgezette verbalen krijgen. En uw rijbewijs die gaat ook wel ingevorderd worden. Nee! Mijn rijbewijs, hoezo? Ja, omdat u ook opgepakt wordt. Nee! Door artikel 5 wegen verkeerswet. Bjorn! Voor de politie. Mijn rijbewijs gaat hij in beslag nemen. Lekker voor je. Nee! Niet mijn rijbewijs! Even kijken. Echt! Alsjeblieft, ik doe alles. Niet mijn rijbewijs. Ik wil niet weer naar het CBR. Dat zou ik misschien een keer geleerd hebben. Ja, misschien kan je er nog eentje kopen bij Alistraat of zo. Oh, verkoopt die rijbewijs. Ik denk het. Weet niet. Hey Timo, hoeveel boetes heeft u überhaupt openstaan? Goeie vraag. Ga ik even bekijken. Nee. 60.000 euro aan boetes openstaan. Nee! Die gast kan niet rijden. Vind je het heel gek? Hé! Hey! Dan gaat u die afbetalen? Ja. Nu? Nee. Nee, want u heeft het geld niet? Of nee? Want... Nee, ik heb geen mobiel om het nu af te betalen. U heeft geen mobiel om het nu af te betalen. Nee. Als ik u nu een mobiel geef, dan gaat u ze allemaal afbetalen. Wellicht. Geef ik u bij deze je telefoon terug. Dat ga ik doen. Bij andere acties, dan... Nee. Ik zal... Komt goed. Bellen voor ons of zoiets, hè? Alsjeblieft.
Ja. Oké. Begin dat snel, kom naar de cel. Ik zit in de cel, kom help alsjeblieft. Je moet mijn boetes afbetalen, je moet iets regelen voor me. Oké, prio 1 onderweg met zwaailichten. Yes. Oké, ik ga nu mijn boetes afbetalen, ik heb niks anders gedaan. Hotel de Blauwe Pet. Hotel de Blauwe Pet. Top, yes. Ik heb een boete betaald. Je hebt 58.000 euro nog openstaan. Ja, ik heb een boete afbetaald. Ik zeg, je boetes. Ja, ik heb mijn boete afbetaald. Alle boetes. Oh, meer fout. Ja, geef dan. Zal ik er nog één? Dan heb ik 2 boetes afbetaald. Doe nou niet zo moeilijk. Hallo. Meneer Marcus, ik moest wat zeggen van Gerard. Nou, kijk. Dat je een lul bent. Nou goed, meneer Van Plakkers, even van het Openbaar Ministerie. U krijgt van mij 2 weken de tijd, vanaf huidige dag, dus 26/5/2021, om alle boetes af te betalen. Voldoet u hier niet aan, wordt u opgepakt en zullen alsnog alle boetes die overgebleven zijn in rekening zijn. Heb ik 2 weken de tijd. Maar het probleem is, ik ga nu 51 maanden vastzitten. Hoe moet ik mijn boetes afbetalen? Oeh. Mm-hmm. Dat regel ik dat het ingang is na de 51 maanden. Oké, top. Yes. Ja. Dan wens ik u een prettig verblijf en tot hopelijk nooit meer ziens, ja. En regel die boetes. Nee! Nee. Jongens, Marcus V zit voor 51 maanden in de gevangenis met als reden plegen van een winkeloverval, gewapend, niet vuurwapen, artikel weet ik van 20 maanden, gijzeling zonder geld, 2 keer vlucht voor de politie, 10 maanden, artikel, bla bla bla, 6 maanden. Oh mijn god, ik zit echt veel te lang vast. Marcus V, het is toch Marcus P en niet V? Hey. Hey. Ik had zeg maar jouw auto gevonden, maar ja? Ik zie net dat je er niet veel van hebt. Nee, ik ben na 2 weken ben ik eindelijk gepakt. 51 maanden? Ja, dat komt omdat ik zo lang mijn VTA open en meerdere malen weer ben gevlucht sinds die VTA open stond. Gisteren werd ik ook aangehouden en toen stonden letterlijk alle deuren stonden gewoon open. Dus ik kon gewoon letterlijk naar buiten lopen. Ook de grote poort? Gewoon nee, niet de grote poort, zeg maar al die zijdeurtjes. Ja, maar ik ben al daar. Daar ben ik al. Daar ben ik helemaal omgelopen. Nee, maar echt dat je ook echt naar buiten kan lopen. Huh? Oh mijn god, die staan open inderdaad. Ja, toch? Ik ga kijken of dit open staat. Oh mijn god, deze staat open. Ja, precies. Volgens mij zijn ze gewoon vergeten dicht te doen. Huh? Alles is gewoon open. What the fuck? Fuck, zijn deze hersenlozen aan het doen. Huh? Ik ben inderdaad... Het heeft een beetje schade. Ik ben buiten. Ja, ben je buiten? Ja, maar dit klopt niet hoor. Huh? Ja, ik weet het. Ik ben goed er gewoon doorgelopen. Maar gaat er nu een alarm af? Dat ik, ja, als je te ver van het gevangenis gaat, dan een alarm af. Nou, dan heb ik... Kijk wat er gebeurt. Ik ben ontsnapt. Ja. Oké. Okay. Ik ben ontsnapt, wat kut. Ik kom eraan, ik ben er bijna. Ja, prima. Maar ik wil eigenlijk wel weten, want ik wil eigenlijk dat Bjorn die me aan heeft gehouden. Zie dat ik ben ontsnapt. Dan krijg ik het te goede aan. Dinges ben. Ja, ik ren al over de snelweg. Oh, je rent over de snelweg? Ja, oh, ik ben snel. Oh, ik ben over de snelweg af bij Sandy. Dan, nou, ik ben ontsnapt, wat kut dit. Ja, apart hè. Nou, dit is heel kut. Dat is een leuke 51 maanden. Nou, dat was snel inderdaad. Dit is, hey, dit is mijn auto. Ja, ik zeg, ik heb volgens mij jouw auto gevonden. Oh mijn god, nou, dit was simpel. Welkom in je eigen auto. Dankjewel. Ik ga lachen, want u krijgt zijn melding. Dus gevangenisontsnapping. Dus ik ga Bjorn bellen. Waar de fuck zijn we? Welkom. What the fuck? Nou, ik word gebeld. Het MWSF. Oh, ik word op Bjorn gebeld. Hey Bjorn. Ik had al zo'n klein vermoeden dat jij het zou zeggen. Ik ben vervroegd vrijgelaten. Wat vind je ervan? Godverdomme. Ik zat nog geen 1 minuut in die cel. En nee. Ik ben vrij. Nee. Nee. Ja. Dit accepteer ik niet. Zo hard mijn best voor heel dit gedaan. Als je me nodig hebt, ik ben in de stad. Ja, ja, dat is een ruim begrip. Ja, klopt. Maar ik heb wel nog zo'n gevangenisoutfitje aan. Dus wat is dit? Is dit de MASF headquarters? Dit is HQ. We hebben een nieuw HQ gekregen. Oh, top. Ziet er goed uit. Kijken, ja. Oh, wat is dit? What the fuck? Jullie hebben een lab. What the fuck? Oh mijn god, wat doet MASF allemaal? Dit zijn onze in beslag genomen goederen. Oh mijn god, wiet en alles. Ons... Hallo. Dit zijn Henkie ruimte. Ja, sure. Kijk, we doen hier soms ook wel samples nemen. Ja. Dat ziet er goed uit. Yeah. Jemig, ik weet niet, ik dacht dat MWSF alleen goede dingen deed. Dit hebben we allemaal in beslag genomen. Ja hoor, en dan had de Darkness zo'n kut dinges en ik heb jullie dit. Wow, en het is ook echt leuk tegenover de winkel en zo. Tegenover de MWSF. Ik wist niet dat dit hier zat. Dit is MWSF, hij is wat kut eigenlijk dit zeg. Wat heel kut. Ik trek wel gewoon even wat MWSF kleding voor jullie aan, oké? Ja, is goed. Moet ik zo'n domme MWSF outfit aantrekken? Hey, kom op man. Wie heeft hem ook echt hier geparkeerd? Oh, daar is iemand die nog. Vince. Hey, Vince! In de godsamme liefhebber, wie heeft hey, Vince! Oh, Marcus Plakkers. Hoe is het? Ik ben zojuist ontsnapt uit de gevangenis. Lekker man, lekker bezig. Ja, ik vind het heel leuk. Marcus. Ik blijf bij je. Moeke. Nu kan je er niet verstaan. Moeke. Ah, ze moeke. Ik hoor je niet moeke. Wat zeg je? Zet er het door mij heen. Ik sta hier niet moeke. Wat zeg je?